dingen. Vanzelfsprekend. Dan toch benieuwd naar drie onderwerpen. AOW, gezondheidszorg en de economie. Wat staat de SGP eigenlijk voor? Ja, wat de AOW betreft is het natuurlijk noodzakelijk gebleken om de pensioengerechtigde leeftijd omhoog te brengen naar 67 jaar. En nog wat zelfs. Ja, de SGP vindt in ieder geval dat er wel heel goed gekeken moet worden naar mensen met zware beroepen in de bouw. Bijvoorbeeld met name buitenwerk. Dat daar toch naar maatwerk gezocht moet worden. Een soort differentiatie. Ja, daar zou je het op, zo zou je dat kunnen zien. De pensioenen moeten ook betaalbaar blijven natuurlijk. En laat ik maar zeggen, ook de pensionado's, de mensen die van hun pensioen genieten, die moeten ook wel hun koopkracht behouden. Dus het pensioen moet wel meegroeien als je eenmaal pensioen krijgt. Dus ja, het is wel nodig dat er het pensioenstelsel in die zin wel wat aangepast gaat worden. Maar vooral dus die differentiatie, dat kijken naar die mensen van die zware beroepen, dat vinden wij een belangrijk punt. Wat betreft de zorg, vinden wij het toch heel belangrijk dat er ook oog en aandacht is voor mensen die thuis in de rol als mantelzorger hulp en zorg verlenen en verstrekken aan hun directe naaste of familielid, of man of vrouw, of dochter of zoon bij wijze van spreken, of vader of moeder. Dat er toch voor die mensen ook regelingen komen, ook landelijk, misschien met verlof en dergelijke. Dat wat ruimer verstrekt gaat worden. Hier in de regio Drechtsteden worden al wat dingetjes gedaan natuurlijk, met de mantelzorg, vergoeding, et cetera. Maar goed, er zou allemaal nog een schepje wat bovenop kunnen. Maar dan komt er natuurlijk altijd gelijk het prijskaartje wel aan. Dat is met alle dingen natuurlijk. Maar het is wel een belangrijk punt waar wij ook wel voortdurend aandacht voor vragen. De aandacht voor de mantelzorgers. En wat de economie betreft, de SGP pleit ook voor, vanzelfsprekend doen alle partijen, maar van banen creëren, laat ik het dan zomaar zeggen. De economie trekt aan, kunnen we gelukkig vaststellen na een aantal magere jaren. 4 jaar geleden, 5 jaar geleden met de vorige verkiezingscampagne zaten we toch nog midden in die crisis. Nou is er toch duidelijk sprake van economisch herstel, trekt ook de werkgelegenheid weer aan, loopt de werkloosheid terug gelukkig. Maar ook kijkend naar de Drechtsteden zou er zeker nog een intensivering moeten plaatsvinden, want helaas loopt de Drechtsteden, juist ook weer wat het aantal mensen in de bijstand betreft, het aantal werklozen, loopt natuurlijk achter zoals we weten en uit de cijfers bekend zijn. En is het dus nodig dat er ook specifiek vanuit de sociale dienst Drechtsteden wordt ingezet ook op werkgelegenheid hier in de regio. En zijn wij ook wat dat betreft blij dat er recent die Economic Board is gestart. En we hopen toch dat dat als gangmaker kan functioneren om hier ook werkgevers die naar deze regio toe te halen of creatieve oplossingen te bedenken. En wat kan daar de landelijke overheid? Dus landelijke politiek? Wellicht toch met dat is toch vooral regionaal zit ik te bedenken. In investeringen dan kom je toch aan grondprijzen en dergelijke. En dat zijn natuurlijk toch vaak plaatselijke of regionale dingen. Versterking van werk. Maar goed, dat is. En dan specifiek voor deze regio. Daar gaan we voor. Goed. Daar gaan jullie voor. Alsjeblieft.